vinden. Wordt gekust in de bloemetjes gezet door Miss Eneco. Felix Dekens snel behalen van een fantastische etappe-overwinning. Peter Sagan. De trofee als etappe-winnaar gaat hem overhandigd worden door de burgemeester van de gemeente Ardooie, de heer Carlos Callens. Op post met de trofee en de daarbij horende felicitaties. We hebben op het podium eveneens mevrouw Chantal van de Vieveren, schepen van sport. Zij mag een fantastisch mooi cadeau, een handdoek van de gemeente Ardooie, uit te delen. En kussen eveneens hoort erbij aan het adres van uiteraard ook de wereldkampioen. Ik heb ook op het podium de heer Jean-Pierre de Bakker klaarstaan, bedrijfsleider van de firma Darta, die een vaatje Primus Haard overhandigt. En we huldigen de etappewinnaar ook in het bijzijn van provincie-gouverneur, de heer Karel de Kaluwe. Etappewinnaar in de straten van Ardooie. Applaus voor Peter!